Ja, en ik heb ook nog steeds een tweede vraag van Mirjam. Die dacht dat ze er al was. Nee, ik heb nog een vraag. Dan moet ik hem eens even erbij halen. Ja, vragen hier. Oh, ja, maar dat is heel veel. Oeh, wegwezen. Geweldig. Ja, lieve vrienden, een hele, hele goede middag en welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag dinsdag de 23e van de 4e 2024 en schrik niet, we leven alweer reeds om 16:34. Ja, maar dat ga je wel eens. Ja, gebeurt gewoon en ja, je hebt het maar te accepteren. Zo simpel. Ik ga zo eerst de kou in. Even met de meisjes uit. Ik zou boodschappen doen, maar dat ga ik niet doen. Morgen nog een dag. Ja. Ook staat nog steeds die alles op mij te wachten. Dus ja. Ik ben hier vooruit gebrand. Ik ben niet in orde. Ja. Last van mijn maag. Gehad vannacht. Dat heeft heel lang aangehouden. Dus ja, vannacht amper ook een oog dicht gedaan. En dan val je dus veel te laat in slaap. En ja, je hebt wel je slaap nodig. Dus ja, niks aan te doen. Ik heb ook niet veel make-up op. Enkel een beetje zwart en mijn wenkbrauwen wat gedaan. En voor de rest, bekijk het maar. Hé, Elwing? Ja. Maar we gaan wel even de kou in. En hoe ver we kunnen komen, dat weet ik niet. Want er schijnt weer een heel harde wind te staan. We zien wel tot hoe ver we komen. En anders lopen we even een gedeelte twee keer. Ja, doe ik ook wel eens. Als het zo'n harde wind is, dat ik er niet doorheen kom bij de hoek, dan loop ik gewoon het gedeelte twee keer. Ja, oké, ik kom niet op een kilometer dan, maar wel bijna. Ik bedoel, het scheelt niet veel. Hé meisjes, ja, jullie zijn lief, hè? Ja, echt waar. Ja, en ik heb ook nog steeds een tweede vraag van Mirjam. Die dacht dat ze er al was. Nee, ik heb nog een vraag. Dan moet ik hem eens even erbij halen. Ja, vragen hier. En de vraag van gisteren die ik opgeslagen. Ze had een vraag gesteld al vorig jaar ergens of begin dit jaar. Heb jij nooit het gemis van intimiteit, armen om je heen en knuffelen? Of is dat net als bij mij dood, dat gevoel? Dat mijn mannetje nog leefde, toen kon ik het helaas niet meer. Nadat ik de overgang had gehad, begon dat bij mij pijn te doen. Knuffelen, ken je altijd. Een arm om elkaar heen, ken altijd. Maar dat intimiteitgedoe, dat is bij mij over en uit. Ik taal er ook niet meer naar. Je kan inderdaad, zoals je zegt, een knop omdraaien. Maar als jij de overgang hebt gehad en je wil alsnog het intimiteit hebben. En het doet steeds maar pijn, 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 pijn en nog eens pijn. En je gaat ermee naar de huisarts. Je krijgt er zalfjes voor, je krijgt er dit voor. En het helpt allemaal twee keer, drie keer niks. Je bedenkt zelf dingen, samen met je man of je partner. En het helpt niks. Nou, dan stopt dat en dan doe je die knop gewoon om, punt. Net als bij radio, zeg ik nog eens, maar het is wel even anders, ja. Het is bij mij nou een doodgevoel, ja, weg ermee. Maar intimiteit, ja, je kan ook vrienden knuffelen, gewoon fijn dat je er weer bent. Dat heb ik allemaal nog. En armen om je heen. Ja, dat, sinds kort hekken zuren gaat zo. Nou, die is knettergek met mij. En nou ja, die doet het ook. En ook zijn aanstaande vrouwtje doet dat ook. Nou ja, hartstikke leuk, lief en aardig. Maar ook mijn eigen kind, Karen, die doet het ook. Ik krijg ook een knuffel van haar, hoor. Ja.
Maar een knuffel van een vriend, ja, Jan van Dam, die ken je ook wel van de vlog. Die doet het ook, dus ja, dat doe ik wel, maar niet van een partner, zoals jij bedoelt. Dat krijg ik dus niet, maar heb je daar een partner voor nodig om even een knuffel te krijgen? Nee. Armen om je heen als je verdriet hebt? Nee. En ja, gosje, ik zit ook regelmatig alleen in. Vind ik ook lekker. En ik heb mijn meisjes en mijn kereltje. Ja. En als ik word markeerd, dan troosten die mij ook. Dus ja, komt helemaal goed, lieve schat. Ja, dat. Ik hoop dat dit antwoord voldoende is voor jou. En ik heb ook zo'n vermoeden dat wij niet de enigste vrouwen op de wereld zijn, maar dat er meerdere vrouwen met ons zijn, maar niet alleen nog vrouwen. Ik heb mij laten vertellen dat ook mannen er zijn die het na hun overgang, dat ze het ook niet meer kunnen doen omdat het pijnlijk is of wat dan ook. Ja, het heet bij hun geloof ik anders, ik weet het niet eens. Ik ben geen man en het boeit me ook niet, weet je, maar hun kunnen het ook krijgen, ja. Hé? Ja, nou kind? Ja. Menopauze geloof ik dat bij een man uit weet. Ik vind het lekker belangrijk. Maar in ieder geval, ieder mens kan het krijgen. Dus ook mannen. Enkel, ja, mannen die zeggen er denk ik niks van. Of er zijn te weinig mannen. Maar ze kunnen het wel, krijg ik van de arts gehoord. Dus ja, ik ben geen arts. Je kunt het wel nakijken op Google. Op die... geef jou ook antwoord op jouw vragen. Dus ja, ik zou zeggen, probeer het eens uit. Dan krijg je ook antwoord. Enkel ja, niet van zulke soort vragen, maar van kan een man dat ook krijgen? Weet je wel, zo op die manier. Maar oké, lieve schat, dit was mijn antwoord voor jou. En het komt wel weer verder. Ja toch? Ik zat nou aan te denken, omdat ik vannacht... Jou ook las onder een vlog, dus ja, nou dacht ik even aan je. Ik denk, nou kom op, gelijk antwoord geven, ik heb het maar weer gehad. En dan kan jij ook weer reageren, ja. En nou ja, ik hoop dat we elkaar snel zullen treffen, hè, als je weer in Nederland bent. We merken het wel. Maar oké, in ieder geval kennen we elkaar dan wel ook bellen, want bellen gaat sneller. En nu kost dat een hoop geld over de grens. Maar als jij in Nederland woont, dan kost dat geen drol. Nee, mij in ieder geval niet. Gewoon binnen in Nederland, dan kost dat niks. Maar oké, lieve schat, kusjes. En ik hou van jou. Jij houdt van mij. En dat maakt me blij. Ja. En lieve vrienden, ook jullie een hele fijne dag nog verder. Namiddag. Voor straks smakelijk eten. Bon appétit. En een hele fijne avond gewenst. Ik ga mijn meisjes uitlaten en ik zie jullie later wel weer terug. Tot dan. Doei doei. Ja, lieve vrienden. Ik heb het hier weer zo goed als schoon. En een bakje koffie erbij. De vaatwasser die draait. Maar die grote soeppan, en dat kan er niet meer bij. Dus dat wordt de volgende ronde. Ja. Dus nou ja, ik heb altijd pannenlappen erop leggen. Die hangt daar. En dat hingen ze vroeger ook, maar ik vind het makkelijker anders moeten. Of mijn stoel omhoog, of ik moet me vreselijk veel uitrekken wat me veel pijn doet. Dus dan leg ik ze gewoon neer. Hey, grote meid. Moeten jullie wat lekkers? Moeten jullie zelf uit? Ja? Kom dan. Rijka. Hé? Ja. Kom maar. Hé? Even zien hoe we dat moeten hebben. Zo zie ik ze. Ja. Ja, meisjes. Ja. Nou, even de bus pakken. Even de voorlangs. De bus. De bus. Oh ja, maar dat is heel veel, hè. Wegwezen. Geweldig. Ach, goedje.
ook weer af. Ik moet dat nog even opruimen. Maar ook dat komt wel goed. Dat flesje moet in de kast en dat moet in de kast. Ja, en jullie moeten weer goed. Ook dat nog weer. Zo. En een bakje koffie. Ja, ook dat. Even koffie in mijn kopje doen. En dan hoop ik dat ze straks komt. Want ze zag gisteren komen en dat liep uit, dus dat kon niet. Ik kreeg netjes wel een berichtje van haar. Dat wel. Hola. Ja, lekker bakkie. Zo. En dan is het alweer 5:15. Nog een kwartiertje en het is weer avond. Ook dat nog weer. Ja. Maar nee, dat vrouwtje die zo meteen komt, tenminste als ze komt, als ze niet afbericht. Die komt dus wat halen. En dat moet ze op het raam plakken. Want ik ben de baas van de buurtpreventie hier in deze wijk. Ja. En als je hier al woont en je woont in deze wijk en je wilt lid worden van de buurtpreventie, dan moet je bij mij aankloppen om die stickers te krijgen. Want dat moet zichtbaar wezen dat je erbij zit. Als je geen stickers wil, dan vraag ik me af, waarom wil je dan bij de buurtpreventie? Laat zien dat er een paar ogen extra is. Ja. En ja, als ze wilt, kun je er meerdere van krijgen. En dus. Maar in ieder geval, ja, eigenlijk is het voor mij. Ik moet dat rondtrooien van, hè, is er wat? Ik moet mijn adres en telefoonnummer erop zetten. Dat is ook zo. Ik doe het helemaal verkeerd. Ik ruim hem zo alweer op. Maar in ieder geval, ik denk dat ik dat van de zomer eens ga doen. In deze wijk wat foldertjes delen. Ja, dus komt helemaal goed. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder. En tot straks maar weer een keer. Ja! Tot dan. Doei doei. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja, ja. Want er is een einde gekomen aan deze dag. En al, al meer dan een uur. Bijna 2 uur en alweer. Want het is bijna 2 uur. Ja, dus wij gaan lekker naar bed. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard. Gezond weer uit je bed zien te komen. Ah, en jullie weten het. God die houdt over ons de wacht. Daarom zeg ik, God, graag tot aan de andere kant van de nacht. Ja, en het is koud, het is vies, het is smerig, vies rot weer. Maar we zijn er al gelukkig net tussen de buien door eruit geweest. Dus dat hoef ik niet meer te doen. En daar ben ik blij om. Maar in ieder geval, ik hoop dat ik jullie weer morgen gezond en wel mag zien. En ik zou zeggen, tot dan. Doei, doei.